Dus als jullie nog leuke tips hebben voor leuke knotjes of leuke staartjes, alsjeblieft, let me know. Een hele goede morgen, welkom bij weer een gloednieuwe dagvlog. Ik ben net wakker geworden, zoals je waarschijnlijk wel kunt zien. En ik ben nu even een ontbijtje aan het maken. Het ontbijtje bestaat vandaag uit het volgende. Oh, jullie mogen het raden, ik ben zo'n saaie doos. Ik eet dan gewoon echt dagen achter elkaar hetzelfde. Maar dit bevalt me heel erg op het moment. Melk, oh oh, hij komt aan, hij komt aan. Oh oh, hij moet even lager. Kijk, hij is al aangekoekt door met jullie te praten, jongens. Heel slecht. Havermout met persik en boerbeien en melk en wat zoetstof, wel stevia extra, dus heel erg lekker. Tony gaat het volgende eten, volkorenbrood met kaas en falconfilet, ook best wel gezond. Tadaa, beter dan een restaurant dit hoor jongens. Ik heb me inmiddels lekker opgemaakt, ik ben de laatste tijd een beetje aan het experimenteren met nieuwe hairdos. Ik vind het een beetje saai worden. Dus als jullie nog leuke tips hebben voor leuke knotjes of leuke staartjes, alsjeblieft let me know. Ik heb weer een nieuw wasje gedraaid, zoals je hier ziet. En ik heb net een nieuwe video opgenomen voor mijn Spaanse kanaal. Ik moest hem overnieuw doen, want ik was niet helemaal blij met mijn vorige resultaat. Omdat het de eerste keer is voor mij dat ik zoiets doe, wil ik het wel goed doen. En ik ben ook nog eens best wel perfectionistisch. Dus dat is best wel lastig. Maar ik moet maar onthouden dat ik dit gewoon doe omdat ik het leuk vind om te doen en omdat ik jullie wil helpen. Ik bedoel, ik krijg er verder schiet ik er niks mee op. Ik krijg er niet betaald voor. Ik doe dit echt gewoon omdat ik het leuk vind om te doen. Dus ik hoop dat jullie dat ook in gedachten houden als jullie mijn eerste video zien. Misschien is het niet helemaal wat jullie van verwachten, maar ik hoop van wel en ik hoop dat jullie het gewoon leuk vinden. Ik ga nu die video editen en dan ga ik ook proberen mijn vlog al te editen. En dan is het alweer lunchtijd, want het is nu 2:10. Ik verwacht dat Tony over 1,5 uur ongeveer terugkomt. En misschien dat er een collega bij ons eet. Dus als dat zo is, dan moet ik echt wel over 1/2 uur de keuken induiken. Oh, ik ben ook net een huisvrouw, hè jongens. Maar goed, vind ik leuk om te doen hoor. Daar niet van. Ik heb net een belletje gekregen van Tony dat die collega van hem toch bij ons blijft eten. Dus ik ga lekker even nasi koken. Dat is altijd zo'n lekker gerecht wat je voor veel mensen kan koken. Ik ben hier al de kip aan het bakken. We gebruiken zilvervliesrijst. Ik heb hier een nasi goreng mix. Dan ga ik even lekker de groenten snijden. Ui, paprika, champignon gaat erin. En ik doe altijd zo'n maggi blokje door de rijst. Dat maakt het extra lekker. Sta ik dus te koken. Zit ik gewoon chocolade eten. Word ik me de dag erger, maar deze is zo lekker. Oh, ik ga hem jullie even laten zien. Even aanraden. Deze heb je ook in Nederland. Kokos en cornflakes, dat is echt zo lekker. Dit ruikt al echt goed. Tafel gedekt. Oh, echt spuuglelijk dit trouwens. Maar dit is wat al hier in het appartementje lag. En deze glazen, ja, don't even mention it. Ze zijn van Tony en hij is er helemaal gek van. Hij heeft heel wat Big Mac menus weg moeten werken om ze te verzamelen. Wat een klein kind. Ben ik heel nerdy als ik zeg dat ik het heerlijk vind dat ik nu gewoon weer kan opruimen en kan koken en kan schoonmaken. Kijk, ik weet dat over een maand waarschijnlijk heb ik er dan weer een bloedhekel aan. Maar ik heb nu zo lang bij Jan en Alleman gewoond en bij mijn ouders en bij zijn ouders en bij vrienden geslapen. Dat ik echt zoiets had van, oh, ik wil zo graag mijn eigen plekje. En nu ik mijn eigen plekje heb, ben ik gewoon zo blij dat ik het heb. Dat ik zelfs geniet van de stomme klusjes. Heel gek. Ik heb Tony even naar de winkel gestuurd. Die gaat als het goed is extra rijst halen. Want ik weet toch niet helemaal of het genoeg is. En ik hoop dat ze opschieten. Want mijn kip en groenten en zo, die staan te pruttelen. En die zijn al klaar. Ik heb honger. Tadaa! Nou, ik ben trots op mezelf. Ruikt heerlijk, lekker gezond. Eitje erbovenop. En het is gewoon echt een prima maaltijd. Eet smakelijk. Nu hopen dat die mannen het lekker vinden. Te gustó la comida, Ton? Sí? Sí. Más que lo de mi padre. Sí. Oké. Ik heb me even omgekleed en ik heb mijn laptop bij me. Ik ga namelijk even naar Dulce y Dreams. Dat leuke barretje om de hoek om even te werken. En dan ga ik daarna weer door naar zijn kantoor. Want daar mag ik ook weer even werken. Dus helemaal top. En ik heb nu eindelijk bijna de eerste video af. Officieel af. En dan bedoel ik met editen en al. Want dat editen dat kost echt uren werk. Het opnemen niet eens. Maar het editen is waar al het werk in zit. Het is echt een vak apart hoor. Dat YouTuber. Let's go. Daar ben ik weer met Toon. Hola, amor. Hola, amore.
Cuchara, tenedor. Tenedor. Kijk eens wat ik... Kijk eens wat ik heb gekocht als verrassing voor ons. Een echt heerlijk groot stuk taart bij Dulce Dreams. Zeg maar net een soort Starbucks kwaliteit, maar dan beter. En ik heb hier een worteltaartje en ik heb hier een cheesecake. Maar dan met dulce de leche als smaak. Oh. ¿Qué quieres tú? Zanahoria, ¿no? O de la tos un poco. A ver, ¿qué tal? Dit cheesecake is echt heerlijk. We hebben even wat boodschappen gedaan. En we zijn er nog steeds niet over uit wat we vanavond willen doen. Todavía no sabemos qué vamos a hacer esta noche. Que todavía no sabemos qué es lo que queremos hacer esta noche. Bueno, a lo mejor nada. Es que hoy se estrena... Oh, joder. Hoy se estrena... Dilo tú en español. Piratas del Caribe. Pirates of the Caribbean. Ay, no, se estrenó allá, ¿eh? ¿No? ¿Qué fecha es? Creo que 26. Hey guys, het is inmiddels alweer 10:30. Super laat. Het was een beetje een raar avondje. Want we zouden eigenlijk naar Cordoba gaan. Toen hebben we last minute toch besloten om dat niet te doen. Ik had mijn video nog niet af. En Tony was ook pas echt rond 8 uur klaar. En om dan nog helemaal naar Cordoba te rijden, et cetera. Dus we hebben besloten dat we morgen naar Cordoba gaan. Ik wil echt hoe dan ook naar Cordoba. Want het is feria. En de feria is 1 week lang. Zoals jullie misschien wel vorige week hebben gezien, ging Tony toen ik wegging. Ging hij ook even een avondje naar de feria. En ja, het is gewoon echt geweldig. Het is echt het leukste feest wat er is en ik wil het gewoon echt niet missen. Dus morgen gaan we daarheen. Vanavond lekker een rustig avondje. We gaan lekker op de bank zitten met een filmpje en een bakje popcorn waarschijnlijk. Maar voordat we dat gaan doen dacht ik, het is ook nog wel even goed om wat te rekken, te strekken en wellicht wat core oefeningen te doen. Dat ga ik nu even doen en ja, dat was het. Heel zwaar. Dit is een planking oefening. En als je dit elke dag doet, dan zul je zien dat je heel snel eraan bent en heel snel beter wordt. Ik heb het nu alleen al een aantal weken niet gedaan. Gisteren heb ik het wel gedaan en hier gisteren. Maar ik merk gewoon echt dat ik er weer moeite mee heb. Ik ben helemaal aan het shaken nu. En een minuut is gewoon al lastig voor mij. En ik weet nog dat er een tijd was dat ik het gewoon 4 minuten achter elkaar kon. En dan stopte omdat ik me verveelde. Oeh. Goede tijd. Zo'n 15 minuten plus rekken en strekken en wat yoga zit erop. Het is nu tijd om te avondeten en dit staat er op het menu. Ik heb dus nog steeds geen honger naar die enorme cheesecake punt. Niet zo gek ook. Dus ik eet cottage cheese met banaan. Hele rare combi, I know. En ik heb er dus wat, ja oké, het is eigenlijk gewoon fout gegaan. Want normaal gesproken doe ik er een heel klein scheutje water bij. Omdat ik het meng met wat eiwitpoeder en dan wordt de structuur enorm dik. Maar nu ben ik uitgeschoten en nu is het echt een waterige bende. Dus ik moet even kijken of het lekker is. Als het niet lekker is, dan vries ik het in en dan eet ik het als ijsje morgen. Voor Tony lasagne. Contrast. Verschil moet er wezen. Ik heb mijn make-up er lekker afgehaald en het is de hoogste tijd om naar bed te gaan. Het was een productief dagje. Het was een beetje een saai dagje. Hopelijk gaan we morgen naar Cordoba, naar de feria. Want ja, het is gewoon echt mijn ding. En ik bedoel, ik kan de traditie niet verbreken. Ik ga al 3 jaar achter elkaar, dus ik moet er gewoon heen. En bovendien is het ook weer leuk om te filmen. Dus we zullen zien, waarschijnlijk morgen naar Cordoba. Eerst nu lekker slapen. Het is inmiddels 1 uur. Ik ben moe, Tony is moe. En we gaan lekker ons bedje in. Dankjewel voor het kijken. En ik hoop dat ik je morgen weer zie. Doeg! We'll be right back.